laatste jaar. Ja, oké. Worden vrouwen in het algemeen mishandeld? Ja, door alle culturen. Door werkelijk ja, christenen, joden, seculiere mensen. In Nederland zijn melding gemaakt van 800.000 à 900.000 vrouwen die mishandeld worden. Maar wat constateer ik? Dat wanneer bij autochtone niet-islamitische deel van de mishandelaars geconfronteerd worden met hun gedrag, dat zij dan meteen toegeven dat ze weten dat ze fouten doen en dat de slachtoffer, daar gaat het om, dat zij terug kan gaan naar haar familie of naar vrienden en dat zij geholpen wordt. Het grootste probleem bij autochtone vrouwen is hoe halen wij die vrouw weg uit die man en uit die omgeving waar zij mishandeld wordt. Wat constateer ik bij moslimvrouwen? Op het moment dat een vrouw weggaat bij haar man, omdat hij haar jarenlang mishandelt, en ze gaat terug naar haar vader, naar haar broers, naar haar familie, dan wordt aan haar gevraagd, waarom ben jij zo ongehoorzaam? Waarom ben jij zo lastig? En zij wordt teruggebracht. Ik blijf in mijn lijf te huizen. Ja. Ga nou knokploegen van broers, neven enzovoort. Want, en wat roepen ze allemaal? Volgens ons geloof moet de vrouw gehoorzaam zijn. En dan wil ik met u mee en denken, de islam is mooi. Iedereen interpreteert de Koran niet goed. Maar in de praktijk wordt hoofdstuk 4... Vers 34, als uw vrouw ongehoorzaam is, wordt letterlijk genomen. En jullie zijn moslims en jullie kijken toe. Abu Huna heeft in het Arabisch woordenboek 10 verschillende betekenissen. Dus je hoeft het niet gelijk te interpreteren als sla ze, sla je vrouw. Maar ik wil geen theologische discussie gaan ontketenen hier. Nee, maar dat voer ik ook hier. Niet. Maar okay. dus, ja. Die altijd een interpretatie geeft die zij in die vers wilt zien. Dus? Zij interpreteert de Koran ook op een verkeerde manier, zoals die eigenlijk geïnterpreteerd moet worden. Dus... Nee, maar ik heb ook gecorrigeerd. Ik heb gezegd, ik wil met u mee en ik wil met de beste wil van de wereld met iedereen mee die zegt, wat daar staat is niet helemaal slaan. Nee, maar wat ik constateer, als ik kijk naar de manier waarop de hele familie omgaat met de slachtoffer van geweld, is dat die mensen het wel letterlijk nemen. En ik wil tuurlijk. Okay. Dus dan moeten jullie als moslims zeggen, maar dat mag niet, dat kan niet. Religie afkraken door pervers te doen. Wees je mee? Ja. Nu ben ik even aan het woord, mevrouw Hissiali. We gaan de discussie doorvoeren, maar we gaan nu eerst even naar Memduh Beridi, want hij wil ook een issue naar voren brengen. Ga je gang, Memduh. Het is moeilijk, joh, om eventjes al die dingen achter te laten. Omdat iedereen echt gewoon graag erop wil reageren. En de tijd is niet echt heel erg riant. Wil ik even nog één ding zeggen, om eigenlijk alles een beetje kort samen te vatten. Er is een heel groot verschil tussen moslims en islam. En ik denk dat je daar gewoon een veel duidelijker scheiding tussen moet nemen. Als je naar een moslim gaat kijken in Indonesië of een moslim gaat kijken in Turkije, dat is een wereld van verschil. Of een moslim in Suriname. Ik denk dat je daar gewoon best wel wat realistischer en ook eerlijk naar mag kijken. En, maar goed, ik heb eventjes mijn punt. Ja. Ja, maar oké, goed, omdat hij mij toch terecht wijst, vind ik dat ik het recht heb om daar iets op terug te zeggen. En door te zeggen, maar dat doe ik voortdurend. Ik zeg tegen iedereen, maak nou een onderscheid tussen geloof en gelovigen. En dan nog, er zijn inderdaad heel veel verschillen tussen alle moslims, of ze in Indonesië, Pakistan, Saudi-Arabië of hier zijn. Maar er is wel één overeenkomst. En dat is de manier waarop mens de seksuele moraal in de islam toepast. En dat is een manier waarop in al die verschillende etnische groepen en nationaliteiten de vrouw wordt wel onderdrukt. Een van de belangrijkste dingen is ook dat je de bespreekbaarheid van een hele hoop problemen veel minder maakt. Ik bedoel, je kwetst mensen zo ontzettend dat ze ook echt niet meer over dat probleem willen praten. Zodra ze op een gegeven moment iets horen zeggen, denken ze, hé, Ayaan Hirsiali, we willen nu het over praten, klaar. En de geloofwaardigheid. Memduh maakt zich dus zorgen over het effect van de discussie zoals u die voert. U bruskeert en kwetst mensen. En ik constateer dat de mensen die hier zitten, maar ook mensen die zichzelf hebben georganiseerd en die zeggen dat ze moslimorganisatie zijn, zich voortdurend mij aanvallen en zeggen dat ik hen kwets, maar dat zij blind zijn voor het feit dat moslimvrouwen in Nederland verkracht worden, dat ze vervoerd worden naar het land van herkomst en daar achtergelaten worden, dat bijna alle moslimmeisjes die nu zich willen emanciperen en vooruit willen
hartstikke bang zijn voor hun ouders dat ze meegenomen cijfers. Worden, dat ze geslagen worden. Ja. Weet heb u wat? Ja. De cijfers, 60% van alle blijven blijfdehuizen op dit moment zitten. Oké, dat zijn blijven blijfdehuizen. Nee, maar ik heb hem laten uitpraten. Zou ik ook mogen uitpraten? Tuurlijk, gaat u gaan. En het constateert dus dat het A ontkend wordt, dat B iedereen zich sterk maakt om de consensus die bestaat zowel in de islamitische wereld als islamitische minderheden hier, om de vrouw een kop kleiner te maken en te onderdrukken, dat het hier ook gewoon in stand wordt gehouden, dat jonge vrouwen die opgevoed zijn als moslims, zeker opgevoed zijn met een hele mooie godsdienst, maar dat een onderdeel daarvan is dat ze ook opgevoed zijn zich te schikken in die doctrine die hen onderdrukt. En wat ik denk niet dat wij vandaag tot elkaar zullen komen. Het heeft ook geen zin. Maar wat ik graag zou willen is dat jullie ook echt, en het is noodzakelijk in deze tijd en het is zeer urgent, vasthouden aan het feit dat de islam heel mooi is, maar ga alsjeblieft wakker worden. Schud die blinde vlekken weg. Ik heb uw column ook wel gelezen in van 30 oktober. Daarin heeft u weer over het plaatsen van Allah boven individu en gewoon een dat u nu over mijn columns heeft, is ook een van zijn vragen. Maar goed, maar daarom geloven wij toch ook, vandaar dat je het een geloof noemt. Op het moment dat je gelooft, plaats je per definitie toch God boven je? Ja, als je gelooft, Uiteraard, maar wat is uw kritiek dan? Mevrouw Yitzhari, u mag daar nog op reageren. Ja, als je gelooft, ik geloof niet in Allah, ik geloof niet in engelen, ik geloof niet in de duivel, ik geloof niet in hiernamaals. En ik vind het helemaal niet erg, God, ik vind het helemaal niet erg als mensen daarin geloven en mensen daarin willen geloven. Prima, maar op het moment dat het geloof in iets wat u en ik in ieder geval niet kunnen bewijzen dat die bestaat, boven de welzijn en de mensenrechten van het individu wordt gesteld, dan krijgt u problemen niet alleen met mij, maar iedereen die gelooft in de vrijheid en de welzijn van het menselijk individu, man of vrouw, gelovige, ongelovige, homo, hetero. Je zegt dat het een mooi geloof is, maar je hebt het wel over een achterlijk geloof. Ik bedoel, hoe kun je die twee dingen samenbrengen? Daar mag ze op reageren. Prima. Ja, het is een achterlijk geloof, of een, zeg maar, een achtergebleven cultuur en geloof, omdat men blijft volhouden dat datgene wat in de Koran staat absoluut waar is. Het woord van God is en van toepassing is op aller tijden. Dus de mensen, en heb ik nog steeds weer over die mensen, en dat zijn de overgrote meerderheid, die regels, en dan nog als voorbeeld, ook in Nederland, de manier waarop ik hoofdstuk 4, vers 34, als uw vrouw niet gehoorzaam is, slaat u haar. Dat bedoel ik. Ik wil tot slot Arienne nog even het woord geven. Ja, ik had nog een vraag, namelijk, u bent politica en u wilt, zeg maar, diplomatisch gezien uw doel bereiken. Nou vraag ik me af, zeg maar, door... De woorden zijn al gevallen, we voelen ons beledigd, of mensen voelen zich beledigd. Heeft u daadwerkelijk, zeg maar, het idee dat het doorkomt? Is het niet noodzaak om een stapje terug te doen? Dat het net wat aannemelijker wordt, de boodschap die u brengt. Want bepaalde aspecten van vrouwenonderdrukking wereldwijd in deze die u aanpakt, zeg maar, binnen de islam. Heeft het niet net wat meer effect als het wat aangenamer wordt en dat, of aangenamer, dat het net wat bespreekbaarder wordt. Wat genuanceerder. Wat genuanceerder. Ja, maar dat is een hele goede vraag en die krijg ik de hele tijd. En ik zeg ook dus voortdurend, ik heb niets tegen de islam. Ik zeg niet dat alle moslimmannen hun vrouwen mishandelen. Maar ik constateer, daar waar een regel is in de Koran, verder uitgewerkt en uitgelegd in de hadith, dat hoef ik u niet uit te leggen wat dat is, en dan in grote getalen toegepast in de praktijk, het maakt allemaal niet uit hoe ik dat breng, als mensen een echt enorme, geweldige culturele beweging zoals de islam, cultuur en godsdienst, niet gewend is kritiek te hebben, dan is alles, maar dan ook alles, beledigend. Alles is schokkend, alles is provocerend. En dit is een hele moeizame drempel waar we allen overheen moeten. Okay. En als u mijn manier bekritiseert, dan nodig ik u uit en u en u en u ook, om zelf met een eigen manier te komen om die misstanden die daar zijn, die aan de kant te stellen.